naar mijn buurvrouw. Fucka. Ja, ik ben geen vrouw, maar dat maakt niet zoveel uit. Oh, je hebt gewoon nog niet te buiten, joh. Never mind. Ja, weet ik veel, jongens. Kom op. Nee, alles besteed. Is er expres geen snackbar in deze dorp? Of, Deze dorp? Oh, zit er niet snackbar in deze dorp? Ik voel me beledigd. Ik was zo blij. Colin, moet je zo ver lopen? Ja, weet ik. Ik ben dik. Ik moet langer gewicht. Lopen. Ah, oh, we gaan gelijk van start. Dus ik wil jullie vragen om terug te gaan naar jullie huisje. Ik weet niet meer waar ik ben. Oh, niet verdwalen, jebber. Het gaat echt gebeuren. Ga ik ooit verhuizen? Ik kom weer terug hier. En de eerste nacht belooft direct een erg bloederige nacht te worden. De moordenaar en de wolven zijn namelijk op oorlogspad. De moordenaar heeft het gemunt op speler geel, terwijl de alfa-weerwolf zijn beta-weerwolf heeft opgedragen om speler lichtblauw om te leggen. De wolven die slagen erin, maar de moordenaar heeft minder geluk. Hij stuit namelijk bij speler geel op het huisje van de held die besloten heeft om op alert te gaan staan de eerste nacht. Hierdoor wordt de moordenaar zelf vermoord. En hij is niet alleen. Want ook de wachter besloot om het huisje van speler geel in de gaten te houden en wordt door de oplettende held vermoord. De burgemeester was ook op pad en besloot om speler wit te onderzoeken. Hij kreeg te horen dat speler wit onschuldig is. En daarmee komt een einde aan nacht 1, waarbij speler groen, de moordenaar, en speler paars, de wachter, zijn vermoord door de held. En waarbij de wolven hun eerste slachtoffer hebben gemaakt, speler lichtblauw, de cupido, die uiteraard wel twee spelers heeft gekoppeld. Maar wie dit zijn, dat blijft nog een verrassing. Goedemorgen iedereen. Dat vond ik wel spannend hoor. Goedemorgen. Ja. Was het een heftige nacht? Ja. Ik vind dat bed nog een beetje hard. Er moet nog een beetje ingeslapen worden. Ja, precies. Ik had het zelf ook nog een beetje. Er zijn drie mensen verdwenen. Verdwenen. Ja. Dood. Ja, dat is wel een beetje raar. Er is nu wel genoeg plank op de bankjes. Dat is wel is half vol, dat jongens. Zeker. Helemaal van Colin. Oh. Haha. Maar kijk, er zijn dus best wel veel mensen verdwijnen. En dat is wel interessant. Want dat zou dus betekenen dat er sowieso één iemand dood is. Maar nee, er zijn er drie dood. Ja. Dan is er sowieso één dood. Nee, sowieso maar twee. Dan zou het dus kunnen zijn dat de heks er iets mee te maken heeft en dat de Cupido piemelindies weg zijn. Ja, maar de held is eruit gegaan. De held ook. Jij weet wel heel veel. Ja, ik heb ook heel veel meegedaan. Ja, ik heb niet meegedaan. Ik denk gewoon logisch na op dit moment. Ik heb veel gekeken. De eerste speler die is overleden is speler Groen. Speler Groen was jullie moordenaar. Oh, zeer. Heeft hij zichzelf vermoord? Ja, dat kan ik niet vertellen. Maar de andere spelers die overleden zijn, want er zijn er drie overleden, is speler lichtblauw. Dat was jullie Cupido. En speler paars. Jullie wachter. Ah, nee. Het enig voordeel is dat de moordenaar dood is, maar voor de rest zie ik... Dat is toch wel een soort van positief. Het eerste liefdeskoppel is alweer gesloopt hier. Ik zou zeggen, jongens, discussieer erop los, want wie is de verdacht? Wie... Is het liefdeskoppel, is de vraag. Ja. Dat is of zijn zeker, zelf ja. Dood, kan ook. Kan ook zijn dat ze al dood zijn. Zou Cupido een verlies zijn geweest met de moordenaar? Of met dat, de... Dat zou heel raar zijn. Of de moordenaar. Alles of kan. Of was de wachter verliefd met de moordenaar? Het is een vrij land, hè? Alles kan, jongens. Dat zeker. Dat klopt. En dan... Zullen we anders gewoon... Dus... We moeten weer weg. Nou, je hoeft niet weg, maar... Oh, mooi. Eva, is er iemand... Die jij verdacht vindt? Nou, ik vind het heel raar dat er drie mensen dood zijn gegaan. Omdat alleen een wolf en een moordenaar kan vermoorden. Maar ik zou nog niet weten wat dat betekent. Duidelijk. Gaan we naar je buurman. Het zou natuurlijk kunnen zijn... Ik duik gewoon tussen de discussie. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de moordenaar eerst een opdracht gaf... tot bijvoorbeeld het vermoorden van Cupido of van een wachter. En dat toen... Zeg even dat de moordenaar en Cupido een koppeltje waren. Of moordenaar en de wachter. En de moordenaar zegt, ja, Cupido moet dood. En toen zijn op een gegeven moment... Cupido en de wachter dood.
En toen, daarna kwamen de wolven en zeiden, ja, maar fuck die moordenaar. Ja, dat, ja, dat kan. Ben ik duidelijk of... Ja, je bent duidelijk. Ja, je zegt gewoon dat het koppeltje dood is gegaan. Ja. Ja, en dat toen de weerwolven de moordenaar hebben gepompt. Dat zou zeker kunnen. Laten slapen, G. Maar vergeet ook niet dat de held ook nog op een wacht gaat kunnen staan, hè? Dat ja. Dat hij ook heeft vermoord die op langs is geweest. Where you at? Dat noemt zichzelf een held. Jibber. Ja? We gaan even naar jou toe. Want ik ben wel benieuwd of jij zeg maar een verdachte in je hoofd hebt. Ja? Ik dacht eerst, hé, die weet wel veel. Maar het klinkt best wel logisch eigenlijk wat hij allemaal zei. Dus tot nu toe eigenlijk nog niet. Oké, check. Colin, jijzelf, heb jij misschien bevindingen? Ik vind dat Jurgen angstvallig stil is. En zich totaal niet mengt. Dus ik ben wel heel benieuwd over Jurgen, hoe dat in elkaar steekt. Oké, Jurgen, een verwijt naar jou? Wat vind je? Nee, ik ben gewoon vooral in de war. Waarom de drie mensen al dood zijn? Het gaat erg rap hier. Ja. Ja, zeg dat wel. Deze keer Romein. Is er iets wat jou is opgevallen tijdens de nacht? Ben ik zo even de chat in de gaten houden. Hij zegt dat hij gekikt is. Ja. Gekikt? Nou, daar is hij weer. Romein, wat denk je? Het is de eerste nacht, dus ik denk dat we nog niks uit kunnen opmaken. Maar... Duidelijk, duidelijk. Mag ik nog? Gaan we... Ja, uiteraard. We gaan naar jou, fact man. Iedereen. Die wil heel graag aan het woord. Fact man. Ja, nee. Sowieso, Colin, niet zeggen of zo, maar je hebt inderdaad wel een beetje... Of je hebt wel een beetje verstand van je praatgril. Zo ben ik. Het kan goed zijn, het kan ook slecht zijn. Het went. Maar inderdaad, Eeldier is ook aardig stil. Maar dat kan ook betekenen dat hij zichzelf zo'n beetje... Dat hij ook de dopsgek is, zeg maar. Ja. Hartstikke gek, ja. Ja, precies. Het zal me ook niet verbazen als Jeffrey de dorpsgek is, maar dat is gewoon een persoonlijk dingetje. Nee, maar ik praat sowieso heel veel van mezelf. Dus en ik denk, ja, we moeten toch een beetje dit gesprek zien te voeren. Dus dan ben ik wel benieuwd van, ja, hoe zit het in elkaar? Snap je? Daarom dat ik maar wat zei. We gaan verder, bedankt, jongens. Phoenix Crafter. Nou ja, ik vind het nog een beetje vroeg om beschuldiging te lopen gooien. Oké, duidelijk. Hoeft ook niet, uiteraard. Onze games. Wat denk jij? Nou, ik ga sowieso niet met beschuldigheden lopen gooien, zeg maar. Ik vind iedereen hier even tof als hoe die is. Ik hou allemaal van jullie. Jij maar, mag er ook wezen, die... spetter. Maar, die persoon die hier iedereen zit te vermoorden, nou ja, jij maar op zo'n iedereen. Maar voor de rest, I love you. Dus ja, dat is het wel. Online Joey, dan hebben we jou nog. Nee. Weinig beschuldigingen, toch ga ik jullie de kans geven om nog te stemmen. Ja, ik vind dat het niet hoeft. Ik ga het zelf ik niet doen. Ik zie niet in waarom nu. Nee. Ik ook niet. Misschien morgen. Ik moet er eerst even een nachtje over slapen. Ja. Oh, zo, dag eens wel. Time flies when you're having fun. Nou, dag hoor. Godrusten. De tweede nacht breekt aan en de wolven zijn nog de enige moordlustige wezens in de nacht. De alfa-weerwolf geeft het commando om speler Zwart te vermoorden. Maar terwijl de beta-weerwolf op weg is naar het huisje, wordt hij afgeleid door de verleider. De burgemeester besluit in de nacht nog wel speler Roze te checken, waardoor hij te weten komt dat deze speler verdacht is. Hij zit dus op het goede spoor. En alle spelers overleven de tweede nacht. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Good morning, good morning. Goedemorgen. Dat maakt het heel mooi. Ja. Dit is positief. Hoe moeten we dit nou weer gaan beslissen? Ja, dit valt hier weinig te beslissen, denk ik. Nee, dat zeker. Er zijn letterlijk niks opgeschoten. Niks gebeurd. Nou, er is misschien wel wat gebeurd, maar dat zou betekenen dat de weerwolf, de alfa-wolf, heeft gezegd, yo, vermoord die en die. En dat de, wie kan hem, de dokter kan mensen beschermen, hè? Ja. Die heeft gezegd. Ja, daar zijn ze voor. Bescherm, hey, goeie. Van, yo, bescherm hem. En dat het allemaal heel toevallig is gelopen. Ja, het kan ook zijn de beleidster, ik weet niet of dit in deze game zit. Ja. Kan ook de alfa of de beta weerwolf hebben afgeleid.
Ja, dat kan ook nog. Ja, dat beter. Ik weet niet waarom je die zo afleiden, maar... Ik denk dat dat niet zo fijn is. Ja, maar de verleidsters weten geloof ik niet wie natuurlijk de weerwolven zijn, dus... Nee, ja, lijkt mij ook niet. Dat doen ze ook. Zeg maar, onbewust. Maar de vraag is natuurlijk, welke ex is next? Next, ja. Hé, hey, dat weten we allemaal niet. Colin, ik wil graag van jou weten of jij misschien een verdachte hebt. Nee, absoluut niet. Ik heb echt geen enkel idee. Nou, lekker dan. Gaan we naar Jebber. Weet jij meer? Ja, net als net. Helemaal niet eigenlijk. Oké, nou, gaan we naar Eva. Misschien dat Eva wel iets is opgevallen. Nee, ik heb ook nog helemaal geen idee. Duidelijk. Phoenix Crafter, kun jij iets vertellen? Ja, ik deel dezelfde gedachten als de driegene die voor mij ging. Ik heb geen idee. Duidelijk. Onze games, dan wil ik het van jou weten. Nee, ik ook nog steeds hetzelfde. Ik ga niet zomaar stemmen op mensen wanneer ik niks van ze weet. Duidelijk, eerlijk. Dan gaan wij... inderdaad. Nee, nog steeds niet. Online Joey dus ook nog niet. Dan gaan wij naar Edeldier Jurgen. Vertel ons eens, heb jij iets te melden? Jurgen is gemuild. Oh, dat is niet zo best. Oh ja, sorry. Zware nacht gehad. Ik heb ook nog niks te melden eigenlijk. Het is niet echt veel veranderd. Is een bokspring niks voor jou? Ja, misschien wel. Dat zou wel fijn zijn. Deze keer Romein, misschien wil jij ook een bokspring of iets anders? Nou, we zijn niks opgeschoten, dus ik denk het niet meer. Duidelijk. Dan gaan wij naar Factman, de laatste in het rijtje. Ja, en nee, niks opgemerkt. Dus... Helemaal niks. Oké. Ik heb ook, misschien dat ik vergeten ben, maar ik heb mijn hoofd gestoten toen ik uit bed ging, maar... Oh, lastig. Ai. Vandaar dat je de helm op hebt. Daarom heb je een roze shirt en een rood shirt. Ja. Hij was eerst wit. Ja. Verdacht allemaal, jongens. Ik ben wel benieuwd. Er mag gestemd worden. Er mag iemand op het matje geroepen worden als jullie willen. Ga ik niet doen. Nee. Nee. Ook niet. Nee. Ja. Nee. Simpel. Niet? Dan ga ik jullie vragen om weer naar jullie huisje te gaan. Ik heb er maar weer een nachtje over, denk ik. Ja. Heel... Ja. Oh, man. Gaat weer. Weer. Ah, Jezus. Het was het toch weer een leuke dag. Wat ja, rustig. Net zoals school. Wat de buurman. En andere. En dan ga ik slapen. Oké. De derde nacht gaat in en de wolven zijn op zoek naar bloed. De alfa geeft zijn beta-wolf het commando om speler Rood te vermoorden. En de beta-wolf weet niet hoe snel hij op pad moet. Gelukkig voor de burgemeester is hij net weg, want ook hij onderzoekt speler Rood en kwam erachter dat speler Rood onschuldig is. De heks die is ook wakker vannacht en die ziet in haar glazen bol hoe de wolven besloten hebben om speler Rood op te offeren. De heks besluit een van haar spreuken in te zetten om iedereen in leven te houden. Wellicht onnodig, want de wolf had nooit aangekomen op zijn bestemming, omdat de verleider wederom voor afleiding heeft gezorgd. Hierdoor sterft niemand tijdens de derde nacht. Goedemorgen. 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 Hey. Nou, zo schiet er wel niks op. Nee. Nee, ja. Het verandert niet veel. Ik denk dat er gewoon een ongelukje gebeurd is en er verder niks aan de hand is. Dat denk again? Ik again? Huh? Hoop ik wel. Dus? Ja, er gebeurt echt niet veel, dus... Het is niet veel, nee. Zo. Nee. Het is bijna niet zoveel, dus we kunnen eigenlijk niet zo heel veel informatie eruit halen. Nee, of zijn wij gewoon zo'n dreamteam dat we het zo mooi laten lopen? Dat is ook zo. Eén voor alle, ander voor één. In vrede samenleven voor de rest. Ja. Ja. Ja, maar goed. Ja. Ja. Ze zijn nog niet zo goed in hun werk, denk ik. Zolang die gevoerd worden, is er niks aan de hand. Exact. Ja, misschien zijn ze vegetarisch geworden. Ja, ik zie wel dat het graan weg is, dus dat kan. Ah, je keek. Nee, maar... Sorry. Ja. Nee. Het is... De... Ja, maar ja, we kunnen nu moeilijk iemand gaan wegstemmen, jongens. Ja, dat... Nee, we hebben geen aanleiding. Ja, ik wil het inderdaad ook niet doen zolang er niks gebeurt. En het is sowieso ook een grote kans dat je een weer... Ik bedoel, niet een weerweg, een burger wegstemt. Ja. Jeffrey. Ja? Sla Eva eens. Ho. Hoezo? Je mag geen meisje slaan. Probeer eens. Geen meisje slaan. Ja, jongens, we moeten Jeffrey opofferen. Dat kan echt niet. Ja. Ja. Holy shit. Dit is groepsdruk. Iedereen keek naar me, jij dwong me. Ik ben mist. Je kijkt graag, hè, viespeuk. Ik ben er voor jou. Ik moet je uitbrengen.
Ja, we kunnen moeilijk iemand gaan wegstemmen nu, jongens. Dat is niet te doen. Ja, we kunnen altijd iemand op matje roepen. Ik weet niet zo goed wat dat inhoudt. Ja, maar of ja. Dat nou, je moet ondervragen. Ja, dat. We dwingen door ondervragen. Want op dit moment, de burgemeester heeft niks gezegd, tot nu toe, of in ieder geval van wat ik weet. En, ja, de wachter is dan wel dood. Maar kijk, als zegt Pietje nou dat die burgemeester is, wordt Pietje misschien wel afgeslaagd. Ja, dat klopt. Ja. Maar dan wil ik weten, wie van jullie heet er Pietje? Ja, wie is Pietje? Ja. Ik niet. Eva kan dat confirmen. Omdat ik een moeilijke kwestie ingegooid. Ja, Eva? Jongens, in plaats van dat ik het rondje afga met wie de verdacht is, jullie mogen op iemand stemmen, hè? Jullie mogen iemand op dat matje roepen om hem te ondervragen. Ik druk op oefenen. Ja, ik zou niet iemand letterlijk hier in het midden roepen, want dan staat hij op het kampvuur. Dat is best veilig. Een beetje warm. Dat is een beetje veilig. Maar ja, misschien wat Kevin zegt inderdaad, dat het een goed idee is om gewoon wel iemand te ondervragen. Maar ja, gewoon om een begin te hebben, snap je? Ja. Want we hebben nu helemaal niks. Als er volgende keer iets gebeurt, dan zijn we waarschijnlijk... Waarschijnlijk als dit potje dan klaar is, dan mogen we ook allemaal weer naar buiten knuffelen en zuipen. Dus, dat... Ik zie een probleem niet. Klinkt niet heel erg. Wil iemand wel echt? Dat we iemand gewoon ondervragen. Ik stel voor dat dat iemand is die nog niet heel veel heeft gezegd. Juist. Of die juist heel veel heeft gezegd. Dat kan ook nog. Maar jij wil gewoon niet. Wat is dat nou weer? Ik wil ook wel best. Oké. Nou, opgelost. Ja, ga maar. Wie was het nou? Wie gaan we ondervragen? Nou, ik weet het niet. Niemand die vrijwillig wilt gaan? Nee? Oké, okay, ja, dan ga ik wel eens. Ga maar mij eens. Allemaal. Dat kan ook. Ja. Dat was heel snel weer weg. Dat ging heel snel. Nee, snap je dat we gewoon dat we een vraag aan iemand stellen en ja, gewoon zoiets, voorstelrondje. Ja. Deze man die alleen, ik ben gaan stemmen, die heeft ze wel op raad. Ja, ik wou net zeggen. Ik heb ze even onbeklaard. Ik weet niet hoor, ik heb heel veel Wie is de Mol gedaan altijd. Dus wat dat betreft zit dat wel snur. Maar wij zijn mensen. Dat is wel waar. Ja. Dus wie gaat er beginnen, jongens? Jullie mogen mij ook vragen, I don't care. Heeft iemand een interessante vraag? Voor mij, iemand. Nee, ook niet? Oké. Okay. Nou, Colin. Nick, waar was je vannacht? Waar was ik vannacht? Ik was lekker boven in mijn bedje, in mijn gele bedje, lekker aan het slapen, onder de dekens, met mijn kleine pandabeertje. En toen, toen werd ik weer wakker, want toen werd het weer licht. En sliep je links of rechts? Oeh, links. Altijd links. Dit klinkt alsof je dit heel erg heeft voorbereid. Echt, hè? Dat klinkt ik vertrouw mensen die links zijn niet. Nee, ik ook niet. Maar ik heb nooit gezegd dat ik linkshandig was. Ik lig gewoon links in bed. Ik sta Ben je links of rechtshandig? Dat is heel erg verdacht hoor. Ik ben altijd rechtshandig geweest. Ja, dat zeggen mensen die linkshandig zijn ook. Nou, dit is dus druk opvoeren. Nu ben ik helemaal gek in mijn kop. Maar, Nick. Zou jij iets willen, of kan jij iets delen over jouw rol? Kan ik iets delen over mijn rol? Ja, dat is de vraag. Ja, kijk. Wat moeilijk natuurlijk. Ja. Ik heb wel een actie uitgevoerd. Oeh. Hoeveel acties? Een actie. Dus dat zijn niet twee acties. Ja, één. Heb je elke nacht een actie uitgevoerd? Juist. Als ik één actie heb uitgevoerd... Hey, niet zo bij de hand, hè? Ja, niet bij de hand. Je kan ook één actie vannacht hebben gedaan. Moet je de vecht ontlopen. Niet jij, ja, precies. Nou, kijk. Je hebt één actie uitgevoerd. Ja. Totaal. In totaal. Het hele spel. Alright. Daar ben ik redelijk eerlijk over. Nou, heel goed. Dat wordt gewaardeerd. Nou, dan gaan we naar Phoenix, denk ik. Wie wilde wat vragen aan Phoenix? Ik denk dat we diezelfde vraag gewoon met je kunnen doorgeven. Ja. Ja, in het begin is... Ik heb altijd in het begin zo van... Misschien is het niet slim om nu al iets over je rank te zeggen. Want als je een rank hebt die... makkelijk goed is voor de burgers, dan word je snel uitgekozen. Dus je hebt een rank die goed is voor de burgers? Ja, of juist niet. Hij kan ook dus ook de dopsgek zijn. Ja, of de wolf. Ja, kan alles zijn. Maar... Ja, dat is een beetje het hele punt. Iedereen kan alles zijn.
Dat zeker. Dat is wel het idee van dit spel, denk ik. Ja, dat is... Ja. Grofweg gezegd dan. Maar dus zij zou niks willen zeggen? Nou, kan je wel zeggen of je een actietheater nee hebt uitgevoerd? Ik heb wel een actie uitgevoerd, ja. Oké. Oké. Duidelijk. Nou, Eva. Eva DDG, als dat je echte naam is. Niemand weet het, nee. Kan ook zeggen, ik heb een actie uitgevoerd. Maar daar staat geen kwade bedoeling achter. Ja, ja, ja. Allebei. Oké. Maar... In welke nacht was dat? De tweede en de derde. Oké. Maar net zeg je nog een nacht. Oké, ik heb acties uitgevoerd. Als het twee keer iets gebeurt, is het een toeval. Goedenavond. Oké. Nee, okay. Maar wil iemand na dit kruisverhoor ook iets aan Colin vragen? Ja, absoluut. Jabber, ja, dat zou wel fijn zijn. Nou, dat mag, dat mag. Jabber, vertel eens. Ja, ik heb acties uitgevoerd, zeker. Acties uitgevoerd? Mag ik heel even, ik vind het heel erg verdacht dat jij naar die andere bank gaat. Ja, nee, ik wil dat beter kunnen zien. Dan zou ik bij Nick gaan zitten. Ben ik te dik? Kan je niet langs bekijken? Godverdomme. Oh, wow. Verder. We gaan met je mee. Maar goed, ja, klopt. Ik heb acties uitgevoerd. Ik heb acties uitgevoerd. Alle nachten. Ja. En meerdere op één nacht ook? Nee. Dat is volgens mij ook niet eens mogelijk. Dat kan ook niet. Nee, nou goed. Nee, maar toch goed dat je het vraagt. Je moet zekerheid hebben. Je weet het maar nooit, hè. Zijn er nog andere vragen verder? Nu ik toch aan de beurt ben. Hij springt er weer terug op. Ja. En nu kan hij het opeens wel allemaal goed zien. Colin! Ja, hallo Jeffrey. Sorry dat ik je voor je plek stoot. Heb jij nog wat gedaan vannacht? Ik heb niets gedaan vannacht. En gisternacht? Ook niet. Je bent single, hè? Ik ben... Ja. Nee, ik maar heb de niet... eerste nacht? Ook niet. Ik heb letterlijk niets gedaan. Jij hebt toch helemaal niets gedaan? Ik heb helemaal niets gedaan. Wie zegt dat jij niet liegt? Ja, dat weet ik veel. Ja, maar iedereen kan het. Ja, maar dat kunnen we met z'n allemaal zeggen, ja. Ja, dat is wel waar. Ik wou gewoon de spanning opbouwen, sorry. Ja, dat is wel heel spannend, ja. Ja, Jurgen, je hebt wel gelijk. Het is wel heel spannend. Nou, jij bent geweest, nou mag jij weer. Hallo! Ja. Ik heb er niet het gevoel dat we heel verder komen, maar... Fact man! Die kan niet liegen. Nee, vertel eens feiten. Vertel eens een feitje. Heb ik al gedaan. Ja. Nou, heb jij wat gedaan? Eén keer. Eén keer? Ja, één keer. Of één nacht, één keer. Welke nacht was dit? Afgelopen nacht. Oeh. Oké. Okay. Veel mensen die iets gedaan hebben, en er is niks gebeurd. Dat is wel, dat vind ik toch interessant. Hij kan iets goed over iets vraagt, Jurgen. Gaan we naar mijn buurvrouw? Fakka. Jouw buurvrouw? Oh, ja, ik zie. Ja, geen vrouw, maar dat maakt niet zoveel uit. Oh, je hebt gewoon nog niet te buiten, joh. Never mind. Ja, weet ik veel, jongens. Kom op. Nee, alles besteek. Ik met zo'n hoed. Je hebt een hoed en een ding aan. Ja, dat kan ik ook niet zien. Maar ja, sorry, Romein. En Romein is unisex. Romein kan op vrouwen en op mannen. Dus, weet je. Maar bij deze mijn excuses, Romein. Vertel eens, wat heb jij gedaan? Ik heb 3 nachten wat gedaan. Oh. Jemig. Het is goed bezig geweest. Ja. Was je... Vandaar dat je... Boksouwen. Romein, vandaar dat je gisteren nog in je woonkamer zat. Ik zat ook in bed en ik zat ook in mijn woonkamer. Ja. Het is maar op welk kunnen moment toch laat gamen, toch, of niet? Ja, alle plekken heb je gehad. Hebben jullie een computer? Wat? Oh ja, zeker. Ja, wij zijn ook alleen in bed. Ik heb nog even met Colin gecommuniceerd via het raam. Dat is wel waar, we hebben nog even tegen het raam getikt en gezwaaid, ja. Dat klopt. Oh, dat is leuk. Dat was erg leuk, dat klopt. Dat kan ook niet goed zijn. Samenspel. Ja. Jurgen, waarom doen wij dat nooit? Ja, dat weet ik. Ja, ik kijk elke avond uit het raam, hoor. Oké, dus jij bent elke avond wakker? Nee, dat komt omdat het bed zo slecht slaapt.
Ik ben niet wakker, maar dat heb je al een aantal gedaan. Het klopt, ja. Nou, het bed ligt wel verschrikkelijk, dat is wel weer waar. Ja, daar kan toch iedereen mee eens zijn. Ja. Dat is een nachten. Jurgen, hoe zit het met jouw acties de afgelopen dagen, nachten? Ik heb nog helemaal niks uitgevoerd. Ik ben echt een luiza. Ja, ik ken je gevoel. Ja. Ja, ik heb alleen maar over het bed lopen klagen eigenlijk. Ja, same. Liggen woelen. Ja. Oké. Okay. En Just Joey hier, wat vertellen? Nou, ik heb wel een paar acties uitgevoerd. Oh, ook al. Ja, dat was het Snorlax. Waaronder het zingen van Let It Go. Oh. Word ik nou gewoon Snorlax genoemd? Zo, dit wordt heel agressief ineens. Oké, even kijken, oranje hè. Ik loop even naar de hopper toe, de groeten. Ja! Oké. Nee, zo ben ik niet. Hij was wel paraat om meteen terug te gaan stemmen. Ja, dat was wel heel snel opeens, hè? Oh. Vond ik wel interessant. Ja, online, als dat je echte naam is. Rustig. Just Joey here. You need to light when you can. Oké. Drie mensen op af en alle drie staan zo mee heen. Ik ben heel benieuwd naar wat God allemaal te zeggen heeft nog. Ja, ik ook wel. Nou, normaal zou God nu met zijn staf zwaaien en zou het nacht worden. Maar als jullie naar boven kijken, dan zien jullie dat het al tijd is, jongens. Ja. Oh ja, goed. Oh mannen, we moeten morgen ook weer zo vroeg uit. Oh nee toch. Gaan we deze meeting een keertje wat later doen of zo? Het is tijd voor nacht 4 en de wolven worden zenuwachtig. Al meerdere nachten geen doden. De alfa geeft het commando om speler zwart te vermoorden. En de beta-weerwolf gaat direct op pad. Maar voor de derde keer op rij stuit de wolf op de verleider die ervoor zorgt dat hij zijn taak vergeet. Gelukkig maar, want de burgemeester was wederom op bezoek bij diezelfde speler zwart. Ook hier krijgt hij te weten dat speler zwart onschuldig is. En wederom sluit de nacht af zonder dode spelers. Are you fucking kidding me? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik kom eraan hoor, ik moet nog eventjes, ja. Oh. Mag binnenkomen. Oh. Ja, dan gebeurt er tenminste nog iets. Ja, dat zeker. Oké, wat? Ik heb nog nooit in zo'n rustig dorp gewoond. Mijn god. Kom ik in een verband? Kom maar op Passage City. Ja, echt. Oh my god. Jongens, wat nu? Als dit volgende nog weer zo gaat... Dan maak ik mezelf af. Dat kan toch wel. Zo, maar ik vraag me af, heeft iemand hier informatie om te delen? Zo, informatie, ja. Ja, het enige wat ik heb uitgevonden is dat ik een heel groot gat in mijn plafond heb. Dat heb ik ook. Wat? Ja, ik ook. Dat is een beetje het lekt. Is het zo? Dus. Maar kijk, de burgemeester, jongens. Ja. De burgemeester weet shit. De burgemeester weet dingen. Dat denk ik, ja. Waarom deelt die vent helemaal niks? Dat is een goede vraag. Ik denk omdat de weerwolven dan anders op de burgemeester gaan. Ja, en leuk. Ik denk al dat echt iemand is, zoals ik net ook al zei, die al wel vrij stil is de hele tijd. Ja, want als de burgemeester zoveel weet... Dan is het moeilijk om wat te verzinnen, wat niet waar is. En sterker nog, als de burgemeester weet wie de verdachte is, hebben wij nu het moment om diegene eruit te stemmen. Dit hebben we niet geoefend. hebben jullie vannacht gerepeteerd? We hebben vannacht geskyped. Dus jullie hebben ook computers gekregen? Ja, ik heb er ook een gekregen. Ja. Dat is echt nice. Vaak op. Dus ja, nu heb ik ook weer een actie uitgevoerd. Ik hoor van de god, de dokter is er natuurlijk ook nog. Dus stel je voor, de burgemeester zegt nu iets. Kan nu worden geheeld door de dokter? Dus in principe kan die veilig zijn. Oh ja. Als de dokter nog niks gedaan heeft, hè? Want misschien heeft hij al dingen gedaan. Dus ben je al drie nachten niks. Klopt. Oké, ik weet wat. Oh. Joey. De Joey hier. De stil. Hij weet wat. Colin. Ja. Oh. Leuk dat je verdacht bent. Wow. Ben ik verdacht? Bij deze. Ja. Intens. Wow. Of is dit... Game intensified. Nee.
Ik heb je al een paar nachten... Nou, ik heb je in de gaten gehouden. En ik vertrouw jou niet. Je zegt veel te veel en je bent gewoon te veel bezig. Jeffrey. Ja? Ik praat heel veel van mezelf, hè? Je praat echt heel veel van jezelf. Exact. Daarnaast, Joey, je bent bijna de hele tijd stil. Je zit al 3 dagen achter elkaar. Maak je mij belachelijk hier? En nu, als ik oproep op het moment dat iemand moet gaan spreken, neem jij het voortouw en beschuldig je mij. Ik bedoel, ik ben degene die zegt, hey, laten we de burgemeester vragen wie de verdachte is. En dan kom jij? Really? Dat vind ik raar, maar dat kan ook ik zelf zijn. Of hij is de burgemeester en hij beantwoordt de vraag. Zelfs als hij de burgemeester is, kan het ook zijn dat Colin verdachte gemaakt is, hè? Ja. Dat kan ook nog. Ja. Dat is ook nog een optie hier. Heeft iemand anders hier nog over te zeggen? Weer opnieuw nergens zeker over zijn. Nee, dat gaan we nooit zijn. Maar dat gaan we nooit zijn, nee. Er is wel licht naar Harris gezet nu, dus er is wel iets van reuring. Fight. Nee, dat doen we niet aan. Sorry. Je weet wat de vorige dag gebeurde met Eva en jou, dat is... Ik wil hem niet nog een keer. Sorry. Ja, maar ik ben toch... Het is nog steeds fijn. Sorry. Ja, heeft iemand anders hier wat over te melden, over de hele Harris die nu gaande is? Ja, ik vind het wel raar dat er gevraagd wordt dat de burgemeester iets moet zeggen. En dan denk ik dat de burgemeester zegt. En dan wordt het gelijk niet geaccepteerd. Dat hij begrijp me niet verkeerd. Ik accepteer het, absoluut. Maar ik vind het wel vreemd. Snap je? Ik bedoel, waarom... Stel Joey is de burgemeester. Dan zou die gelijk moeten hebben. Maar stel hij is het niet. Dan is het natuurlijk de uitgerekende kans om mij weg te stemmen. Maar het is ook raar dat hij precies degene beschuldigt die überhaupt vroeg om deze informatie. Als Colin echt verdacht zou zijn, zou het toch logischer zijn als hij gewoon denkt, nou, niemand wil iets weten, oké, prima, dan kan ik weer verder vanaf. Ik hou mijn bek wel. Ja. Jullie mogen ook op mij stemmen. Misschien schaam me wel foto, ja. Dan kom je er snel achter. Iemand probeert tegen me te zeggen, maar ik weet niet wie. Oh, hij, ja, Factman, vertel. Ja, dat vind ik een goed verhaal. Dat vind ik een goed punt. Hij is gemute, volgens mij. Factman is gemute. Daar ben ik mee eens. Dat hij gemute is, flauw. Nou. Nee. Sorry. Maar ik hoorde iemand anders proberen iets te zeggen. Oh, Factman is niet meer gemute. Factman, vertel. Ja, Factman. Joy is de hele tijd stil. Juist. En nu zegt hij in één keer wat als de burgemeester wat moet zeggen. Hij kan natuurlijk ook nou de doofschek zijn. Oeh. Ja. Oh boy, die is er ook nog, hè? Ja. Het wordt niet echt makkelijker nu om op iemand te gaan stemmen. Nee, het wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds ingewikkelder. Het zou gewoon fijn zijn als we een soort van eens waren van laten we daarop gaan. Of laten we die op het matje roepen. Want... Ik zei niet dat ik de burgemeester was, omdat ik waarschijnlijk dan dood ging. Of doodgaan. Dus... Ja, maar als je, dus je vanavond, bent het. Als de doopschek vanavond... doodgaat, doet hij niks, hè? Dus alleen nee, als dat is zeker waar. Dus je kan het wel zeggen en dan... Ik vind het echt moeilijk. Kijk, Colin praat inderdaad heel veel. En die weet, tussen aanhalingstekens, heel veel. En dat kan inderdaad een beetje verdacht overkomen. Ja. Maar, inderdaad, ineens, Joey is van... Jij bent verdacht. En dat vind ik ook wel een... jullie staan maar gelijk. Ja. Dat klopt, ja. Willen wij anoniem gaan stemmen, dan hoef je niet per se te stemmen. En dat iedereen een hokje in gaat. Paniek. Felix was de burgemeester. Paniek. Hij kon het niet meer aan, hij vond het te spannend. Is Jossa Black gewoon rustig aan het survivalen? Very is nice. Is Minecraft... die gaat gewoon door, hoor. Die heeft zo'n schermen aan bouwen, jongens. Hey, met het tempo waar wij bezig zijn, heeft hij Minecraft straks al uitgespeeld, hè? Ja, heeft hij gewoon de Ender Dragon gepakt. Zitten wij allemaal hier met de aftiteling ons bek. Phoenix, is jouw Minecraft... Laten we even kijken, even wachten op Phoenix. Ja, want ik moet er even achteraan gaan, dat ik hem nog in het potje kan raken. Op de... legitte manier. Heeft iedereen... Sowieso terugkrijgen. Heeft iedereen zijn bijbel bij zich? Altijd.
Ja, tuurlijk. Daar ja. moet je altijd uit lezen, toch? Ja, gooit in het vuur. Elke avond. Ja. Ja, okay. En nou geeft iedereen hem door aan de persoon naast hem. Dit hebben we tijdens Wie is de Mol wel eens gedaan, hè? Dat we gewoon mensen dwongen hun boekje af te staan. En op een gegeven moment was het dan zo dat mensen dubbele boekjes kregen, waar dus inderdaad in stond van, in de een stond je met de mol, en de ander stond je met de speler. Dus ja, dat precies. Heel interessant. Daar kon je stiekem een ander boekje doorgeven. Ja. Maar als het goed is, hebben we nu echt maar één boekje. Maar ik denk nu dat iedereen, echt maar één boekje. Ik denk niet dat iedereen zijn boekje durft te gooien. Nee. Dat ik denk dat het ook niet echt de bedoeling is. Oh, ik zou het nou, niet dat doen, zijn we snel klaar, toch? Dat Felix, is wel waar. Maar daar is hij weer! Fuck café. Daar is hij weer! Welkom! Hoe was het in het hiernamaals? Oh, oh, hoe is het in het hiernamaals? Wat is het te veel? Wat is die? Heb ik wat verkeerd gezegd? Allemaal te veel. Jongens, we zijn doodgegaan. We gaan het gewoon spelen. Gaan we wel of niet stemmen? Want anders dan gaan we weer gewoon alles aan het lot overlaten. Ja, weet je, we kunnen stemmen, maar ik zie weer niet in waarom. Er is weer niemand dood. Ik vind alleen Joey verdenkt mij, ik verdenk Joey. Dus dat is een beetje, dat is het enige wat nu is gebeurd. Wie denk jij dan mee? Of, ja, Joey van elkaar stemmen. Nou ja, ik vind het lastig. Aan de ene kant is het verdacht dat Joey pas iets zegt, terwijl als Colin erom vraagt, want dat zou raar zijn als Colin erom vraagt, maar het kan ook gewoon een dubbelbluff zijn en dat Joey gewoon een stil jongetje. Dat kan allemaal, hè? Dus, dat maakt het allemaal zo fucking moeilijk. Ja, dat maar is lastig, want dan laten we Colin misschien gewoon lopen en dan weet hij nu wie die moet gaan pakken. Exact. En dus het kan alle kanten op. Ja, het kan alle kanten op. Ja. Maar als ik dood ben, weten we ook gelijk wie jullie kunnen stemmen. Correct. Ja, maar dan kan het al te laat zijn, want misschien, er zijn 3 wolven, hè, dus als er nog iemand van ons doodgaat, dan wordt het al aardig spannend of we het nog gaan halen. En de wekker. Ik kan nog iemand vermoorden. Ja. Mag ik een minuut stilte voor Phoenix? Ja, ja precies, als we Phoenix nu al kwijt zijn, dan wordt het helemaal spannend. Ah, ja, dat is van, die is tussen ons weggeglipt en we hebben niet eens doorgehad. Dan kan het ook nog een wolf zijn, dus dan kan het ook nog voordelig zijn, maar dat weten we dan helemaal niet. Ik zal het plekje wel even opvullen. Oh ja, dat voelt wel beter, ja. Ja, alles klopt. Dan heb ik meer ruimte. Yes. Ja, okay. Maar ik denk wel dat we moeten gaan stemmen. Denk ik denk dat het doel is om helemaal niks te doen. Ja, eens. Ja, nee, daar ben ik mee eens. Ja, ik denk niet dat het handig is om te zeggen op wie, want dan gaan we mensen al beïnvloeden. Ik denk dat we gaan niks moet maken. Ja, we kunnen ook zeggen dat we bijvoorbeeld, nou, we roepen iemand op Matje en zeggen dan kijken op wat hij zegt. Gaan we kijken of die schuldig of onschuldig is. Ja, maar dat doen we nu al de hele tijd. Dat hebben we ik denk dat we gewoon moeten gaan. Ik wil stemmen. Ik wil gewoon gaan stemmen. We kunnen anoniem gaan stemmen. Ja, precies. Als we gewoon allemaal daar naartoe lopen, dan één voor één, dan... nee, niet allemaal tegelijk. Eén voor één. Dips. Okay. Nou, dan beginnen we met Joey. Ja. Maar is het nou verplicht voor het direct een blokje in te gooien? Nee, je hoeft niet te stemmen, maar je loopt daar gewoon naartoe. Want als iedereen loopt, dan weten we niet wie wat gestemd heeft, zeg maar. Dat is het idee. Daar was ik het ook mee eens, ja. Slipping through my fingers. Nick, ik vind het leuk dat je shirt matcht met je haar. Ja, toch? Okay, laten we een beetje tempo houden, denk ik. Edeldier zijn overhemd matcht met zijn hoofd. Ja, dat is wel mooi, inderdaad. Sorry, Nick, mijn baas overbaas. Jeffrey, het past ook bij jouw pakkie. Dit voor mij is een beetje raar. Ik ben wel een beetje, gay. De Iron Gay. Oh. Oké, Romein. Oké, let's go. Tempo, stemmen. Of in ieder geval naar het huisje lopen en terugkomen. Ren! Daarna gaat Vekker, daarna ga ik, daarna gaat Eva, Jebber en Phoenix. Nee. Niemand weet wat Phoenix gaat doen. Ja, ik denk dat Phoenix... Phoenix is wel weer in de pot. Misschien is hij weer in de pot. Ik wil het zeggen. Vekker. Moet ik hem weer proberen? Maar hij had zijn spullen toch niet meer zo. Met zijn kleding. Ja, maar dat is een oplossing. Dat is een oplossing. Ja, maar dan heeft hij. Ja, dat is waar. Nee, hij heeft zijn rol, dus als hij gewoon een hesje heeft, dan is het prima. Ja, dat is waar. Ja, en wat moet ik doen? Terughalen? Kijk dat het werkt? Oké. Ja, Phoenix, kom je? Ik ga ondertussen. Ja, sure. En dan moet je hem daar. Je hebt wel een mooie skin hoor. Dankjewel. Oké, dan geef ik je spullen. Your own way. You can call it jongens. Gaan we toch iets laten gebeuren? Ik heb niks. Oké, geen paniek. Voordat Kevin wordt gecopyright claimed omdat onze cover zo goed is van You can go your own way. Dat is een cover, dat ging gewoon heel goed. Dat was gewoon het originele dit. Van wie is het ook alweer?
Fleetwood Mac. Fleetwood Mac en me. Alright, Eva, huts, let's go! Huts. Nou, we hebben een paar nachtjes moeten wachten, jongens, maar dan gaat er toch echt iets gebeuren. Ja, er is Harris, want Jeffrey heeft net een boterham gegeten. Nom, nom, nom. Pindakaas? Nick, heeft Phoenix alles inmiddels? Als het goed is, heeft hij bijna alles. Hij heeft niet iedereen nog gestemd? Wie heeft er nog niet gestemd? Ja, Phoenix en Nick. Hand in hand. Hij heeft alleen nog zijn mooie champagne. Ja, dat weet je dan maar. Welke kleur is die? Ja, welke kleur is die? Dat weet hij. Hij is wit, toch? Hij was wit. Nee, wit volgens mij. Dat is racistisch. Zo. En Nick, nu moet jij nog. Ja, dat is helemaal goed. Succes! Thanks. Zet hem op, Tijger. Er is een disco in de hand van Edeldier. Ja, laten we er toch maar een feestje van maken dat we deze nacht gaan doorhalen. Eens. Nou, het is weer donker, dus volgens mij moeten we naar bed. Ja, jongen, dit is het. Dat is eerst om te horen. We krijgen eerst de uitslag. Oh, dat krijgen we eerst om te horen. Dat krijgen we morgen pas. Ja, er gaat nu waarschijnlijk iemand uit. Oh, nee! Dat is wat stemmen betekent, Colin. God! We worden hier naartoe geroepen en dan gaan we kijken of die schuldig is of niet. Als hij wat heeft gezegd. Gaan we dan nog een keer stemmen, jeetje. Ziet iemand gewoon gelijk geëlimineerd? Volgens mij moet je normaal gesproken eerst hier iemand naartoe roepen en dan ga je toch stemmen? Ja, eerst op het matje roepen. Nee. Ja, oh, dit gaat nog duren. We gaan nog niemand meteen door, Colin. Er is door jullie gestemd. En de meerderheid wil Colin horen. What up? Welkom op het matje, Colin. Hey. Is dit het matje, jongens? Ja, soort van. Ja. Jongens, jullie mogen nu vragen aan Colin stellen. En Colin, jij krijgt hier de laatste kans om je te verdedigen. Ik wil me verdedigen. Kom maar op met die vraagjes. Dus, Colin. Kijk, hetgeen is wat we sowieso kunnen zeggen. We weten allemaal dat er wel eigenlijk in principe iemand uit moet. We willen het liefst niet allemaal doen. Maar voor het dorp te redden en voor het spel mooi af te sluiten, moet het uiteindelijk aan gebeuren. Ja. En dat is eindelijk. En hoe denk jij zelf? Deze stille jongen een beetje verdacht is. Jij hebt zogenaamd dat je nog niks gedaan. Maar toch weet deze man dat jij verdacht bent. Ja, maar dat kan ook door goed gezien. Ja, dat kan een leugen van hem zijn. Maar als we ervan uitgaan dat hij de burgemeester is en het de waarheid is, dan heb je dus al gelogen tegen ons. Ja, maar als het zo zit, wel inderdaad. Het kan ook dat ik gemanipuleerd ben. Dat ik niet ben. Ik heb letterlijk. We hebben nu net al jou gevolgd. Ik ben oprecht. Mijn naam is niet genoemd door Kevin. Ik heb niets. Geen enkele opdracht uitgevoerd. Ik heb niets gedaan. Luie hond. Ja, en letterlijk. Ik heb letterlijk niets gedaan. Dus... Maar dan zou jij dus gewoon een burger zijn. Dat kan, inderdaad. Maar die zijn het. Maar dan moet hij de dorpsgek zijn. Als ik de dorpsgek zou zijn, dan zou ik het heel anders hebben aangepakt. Maar dan kan je... Ja, maar als je niks hebt gedaan... Ik bedoel, Kevin heeft dit opgevoerd. Colin, de BTW heeft ook niks gedaan. Of die heeft ook, is ook niet aangevraagd door Kevin. Sorry, wie niet? De Beta-Wolf. De Beta-Wolf. Nee, die is ook niet gepakt. Nee, dat is sterk. Ja, ik vind het niet een heel sterk verhaal. Nee, dat vind ik hem ook wel. Ik zeg heel eerlijk, ik heb niks gedaan. Dat is alles wat ik zeg. Ik heb niets gedaan de afgelopen nachten. En dat kan Romein... Oké, jongens, ik wil van jullie in de chat. Welke chat? In Minecraft of wat? Ja, gewoon de Minecraft-chat. En dan wil ik graag van jullie weten of Colin schuldig of onschuldig is. Dat mogen jullie typen op mijn aftellen van 3, 2, 1. Let me know. Schuldig, onschuldig. En dan zie ik zo snel een meerderheid voor onschuldig, Colin. Ja, maar Colin mag toch niet op zichzelf stemmen? Klopt. Oh, nee. Ja, dat telt gewoon als extra stem voor ons, vind ik, hoor. Ja, maar nee. Ik heb mijn 104 tegen 4. Ja. Kijk, je hebt Factman zit onschuldig. Dan is het
onze games onschuldig, Eva onschuldig en Phoenix onschuldig. Dat en dan heb je Jabber. Jabber zegt schuldig, Romein zegt schuldig, Joey zegt schuldig en Edeldien zegt schuldig. Dus 4 tegen 4. Wat houdt dat in? Dan gaan wij opnieuw stemmen, dames en heren. Precies, opnieuw, ja. Of niet? Ja, opnieuw. Dus ik wil graag dat iedereen typt. Misschien is er iemand van gedachten veranderd. Ja, je weet het niet. Die nog een vraag wil stellen. Heb je niks gedaan als in... je bent je huis niet uit geweest? Ik ben mijn huis niet uit geweest. Ik heb alleen maar zitten chillen. Okay. Heb je niks gedaan of kon je niks doen? Beide. Ja, ik... Nou, dat is een hele goede vraag, Jeffrey. Dankjewel. Ik heb niets gedaan, I guess. Ik weet niet zo... Oh, Joost is dood. Nee, jongen. Nee, serieus. Ik weet niet zo goed hoe ik daar moet antwoorden, maar... Ik heb niets gedaan. En of ik iets kon doen... Nee, denk ik... Nee. Nee, ik kon niets doen. En ik heb niets gedaan, maar ik wist ook niet dat ik niets kon doen. Wat? Is dit ja, I know. Ik heb niets gedaan en ik kon niks doen. Laat ik het daar op. Daar gaan we, jongens. Ik wil het graag van jullie horen. Is iedereen aan het typen? Nou, dat dacht ik niet. Daar druppelen ze. Ze druppelen binnen en dan zie ik Colin. Ja, 4-4. Dat het weer 4-4 is, ja. Ja. Jongens, dan hou ik het kort. Dan is er geen meerderheid. Dat betekent dat Colin onschuldig is. Wel trusten. Nee, hoor. Ja. Niks ochtend. Ik maak het gewoon weer nacht, jongens. Er zijn 5 op gamers. Moeten door de hele nacht heen gaan. Hoppa. Wel trusten. Wat rusten, buurman. I snapper nothing from. Nacht 5. En aan al het goede komt een einde. De wolven besluiten om speler Oranje op te offeren. De beta-weerwolf gaat op pad, maar stuit net als de vorige nachten op de verleider. Dit had de heks alleen niet gezien. De heks zag alleen dat de wolven besloten om speler Oranje aan te vallen. Met haar laatste spreuk kaatst ze de aanval af op iemand anders. En de heks besluit om speler Bruin te vermoorden. De burgemeester is ondertussen op pad en besluit om speler Roze te onderzoeken, die als resultaat krijgt dat deze speler onschuldig is, met dank aan wat stiekem werk van de Omega-weerwolf. Wie is speler Bruin? Je buurvrouw. Goedemorgen. Romein? Ja. Nee! Nee! Waarom? Ik heb net de hele tijd staan zwaaien de hele nacht. Mag ik fact mijn vraag om eentje door te schrijven? Nee, niet opeens. Was dat uitzwaaien, Colin, of was dat gewoon vriendelijk? Voordat we allemaal Romein en ik hebben de afgelopen nachten, elke nacht voordat we gingen pitten, eventjes zo tik-tik tegen het glas gedaan en toen zijn we naar bed gegaan. Als hij nog had geleefd, had hij dat kunnen bevestigen. Maar ik heb niemand uitgezwaaid. Maar voordat we allemaal gaan beschuldigen, als het de burgemeester vast weer een leuk nieuwtje voor ons. Ja, burgemeester. Ik blijf gewoon lekker op die bank zitten. Same. Weet je nog wie er net dood is? Of mogen we nog weten wie er net... Wat burgers microfoon is weer uit. Even. Ja. Oh. Sorry. De speler die jullie zijn kwijtgeraakt is speler Bruin. En speler Bruin was jullie verleider. Ja, kom, je bent verleid. Elke nacht weer. Elke nacht. Dan heb ik nog meer slecht nieuws. Want speler Bruin is gelinkt door de Cupido aan het begin van het spel. En iemand hier is kapot van liefdesverdriet. En die gaat zich nu opofferen. En dat is speler Roze. Mag ik hem erin duwen? Nee. Ik ga wel kijken. Oké, jongens, het was me waar genoegen. Joe! Onthou even alle vrienden. Doei! Hij is echt engeloos. Dat ik. Maar, burgemeester. Die put was mij nog niet opgevallen. Nee, wij ook niet eigenlijk. Nou, maar even, voordat we dat vragen, Jurgen. Wat was de rol van Colin? Spelen Roze. Ja. Was jullie beta-weerwolf. Ah, dat dacht ik al! Dat is wel, hè? Yes, kom eens hier, Joey. Yes. Kusje. Ja, weet je. Lul! Zo.
ik, toen ik hem voor het eerst checkte, was hij verdacht. Ja. Ik checkte hem deze nacht en hij was onschuldig. Dus ik dacht van... Dus? Maar... Het was heel apart. Dan zou de verlijster, of... Ja, dan zou die weer Colin, maar... Of dit is te verwarrend. Maar hij is weg en hij was een wolf, dus... Hey. Dat is positief. Maar... We zijn nog... Ja. Nog twee te gaan, toch? Gaat wel onze enige lead die we tot nu toe hadden, maar... Dat klopt zeker, ja. Ik, wie gaat die rol op je pakken? Wie gaat ons hier allemaal ondersteunen? Ondersteunen? Okay. Oh. Ja. Ik dacht dat je bedoelde, wie gaat die rol op zich pakken? Wie wil nu verdacht zijn? Nee. Nou ja, kijk, weet je, de verleider is neer. Ja. Mogelijk heeft Colin gewoon geprobeerd nog iemand neer te halen, maar is hij gewoon verleid? Misschien wel twee keer. Mm-hmm. Tenminste, dat kan toch? God, kan dat? Waarschijnlijk. Oké, okay, mooi, dat kan. Nou, maar Rex kan het ook zijn geweest, hè? Ja. Of, want die kan ook de pijn op iemand anders richten. Oh, jeetje. Jongens, dit wordt weer allemaal te ingewikkeld. Ja. Ja, nee, maar... Ja, wilt iemand weer iemand hier op het matje roepen? Of... Zou ik vrijwillig... Ben je blij dat hij weg is? Ik had gehoopt dat de burgemeester weer nieuws had, maar hij heeft Colin. Ah, ja. Daar hebben we nu niet heel veel aan. Wat Colin heeft weg. Ja. Of als ze samen aan het werken. Ik heb nog wel. Wat ga je doen, Sint? Hij gaat een stem in de bus gooien. Nou, dan zou ik zeggen, wie heeft nog interesse voor te gaan stemmen? Nou ja, dan wil ik ook wel stemmen. Ja, ja. Ja, ga maar. Ja, ik heb het wel. Maar alleen om iemand op matje te roepen. En niet om iemand meteen schuldig te verklaren. Nee, precies, ja. Je... ja. Okay, nee, maar wie wil je op het matje hebben? Waarom kunnen we het daar niet gewoon over hebben? Nee, niks. Hoe vaak heeft hij de laatste tijd gesproken? Bijna niet, volgens mij. Ja, oké, maar dit wordt heel raar, jongens. Want de ene keer zeggen we dat het verdacht is als je wil praten, en dan is het weer verdacht als je niet praat. Volgens mij is het altijd zeggen. Het is volgens mij altijd verdacht als je heel veel praat en heel weinig praat. Ik ga me houden nu, denk ik. Ik ben altijd zo. Ik heb... Maar nu zijn er twee stemmen gevallen. Als hij op iets anders heeft gestemd, dan komen we niet... Okay. Ik ben terug. Wilt iemand nog een stem? Nee? Nou, nee, dan ga ik ook... Wie weet hoe ik het al heb. Ik wil ook wel stemmen. Waar hebben jullie twee op gestemd dan, als ik het vragen mag? Hij heeft op... deze meneer met een rode jasje heeft op Phoenix gestemd, zegt hij. Ja. Omdat ik het wil weten wat hij... Het rode jasje? Fact, man! Ja. Ik ben geneigd om hem te geloven, omdat hij natuurlijk altijd feitjes moet vertellen, maar... Ja, dat is het wel, maar niet elk feitje klopt. Ja, misschien is het... Maar dat zijn toch geen feiten meer? Ja, maar dan is het zo'n technisch dingetje, dat je technisch gezien is het helemaal niet per se een feitje. Lijkt het van niet. Ik ga net nog weten wie dat matje... Oh, ik zie opeens een mooie spring in de god. De lucht hangen. Oh mijn god, het is de god zelf. Oh! God! Ik ben Handtekening! Geen handtekeningen vandaag, jongens. Ik ben hier om jullie te vertellen of er iemand is die op het matje geroepen moet worden. Niet dat God zo hip gekleed was. Echt, hè? Wat een hippe makker. Oh. En dan zie ik, jongens, dat jullie gestemd hebben. Vier mensen hebben gestemd. Vier blokjes in de kist. Oh. Nou, had maar... dus iemand een idee voor te gaan stemmen? Of? Ja, dat kan. Het zou kunnen, want er is geen meerderheid. Er zijn vier blokjes in de kist gedaan en geen meerderheid. Dus dat betekent dat er niemand op het matje geroepen hoeft te worden. Wie heeft op mij gestemd? Wie is mij? Wie is wit? Of ben ik nou heel blind? Dit is Phoenix. Dit is Phoenix. Maar die heeft geen shirtje. Oké. Die heeft geen shirt. Die loopt gewoon zo rond. Is er iemand die nog een stem wil uitbrengen? Of gaan we het hierbij laten? Ik heb wit en rood ook al een keer nagecheckt in de avond. En toen stonden ze dat ze onschuldig waren. Oh. Ik vind dat... Ik vind... ook onschuldig, hè? Maar wie heeft op mij gestemd? Ja, dat weet ik ook niet. Als je even... Als je iets zegt, doe dan even springen. Ja, hoor, Phoenix. Ik heb op Joey gestemd. En waarom? Want ik had een theorie
Wat als? Het is al meerdere keren in een dorpen gebeurd. Als hij zelf ook de weerwolf is. En dat hij eerst dan zegt dat hij wel en niet verschuldig. Dat kan heel veel verwarring gaan veroorzaken. Kijk, ja. Dit ook. Dat klopt. Alleen, in meerdere dorpen waar ik langs ben geweest, rondom dit dorp, is dat al een paar keer gebeurd. Oh, dus ik ben in veel leuke dorpen geweest. Ja, nou, het was niet altijd zo gezellig, zeg maar. Dus hij veel hetzelfde als hier weer. Bijliggende dorpen. Maar, kijk, maar kan het dan ook aan jou liggen? Ja, dat moet je zeggen. Hij heeft op zich zich bewezen, want hij heeft niet gelogen over. Joey. Of voor Colin. Maar hij heeft niet gelogen over zichzelf, nee. Dat is, maar er zit ook geen dorpsgek nog. Er zit ook nog een dorpsgek in. Dat klopt zeker. Ja, maar daar heb ik niet over deze man eerder over, want die rent als eerste opeens uit niets weg richting. Ja, dat is ook de reden. Waar heb jij op gestemd? Fact. Ik heb op wit gestemd, heb ik net al gezegd. Sorry. Hij telt nu niet twee keer. Nee. Nee, als je nog een keer zegt, dan wel. Nou ja, ik... Ja, we moeten toch iets doen? Ik vond... Mag ik wat zeggen? Oké. Nou, ik heb op Nick gestemd. Ik ben zo'n eerlijke jongen. Want ik vind dat Nick wel heel positief is... En heel erg, ja maar jongens, ik ben die goeie gozer. Ik gun jullie allemaal. En ik vertrouw dat niet helemaal. Dat kan maar hij kan ook de dorpsgek zijn. Precies. Oh jongens, gaan we nou elke keer zeggen als we iets zeggen, maar hij kan ook Hij kan ook de wolf zijn. Zullen we even het rijtje afvragen van welke die nog kan zijn? Ik vind het goed voor theoretisch heb maar even op je matje te gaan zitten. En dat jullie mij gewoon vragen kan stellen worden, vind ik echt geen probleem. Nou, daar heb ik geen tijd meer voor. Het is nacht. Oh, oké. Okay. Wel rust bij iedereen. Dit wordt nog een keer gekozen. En dit is wel een probleem wat ik bij me heb. Nacht nummer 6. De alfa-wolf moet nu zelf op pad, nu zijn beta-weerwolf is overleden aan liefdesverdriet. Hij besluit zich te focussen op speler Oranje. Maar wat blijkt, speler Oranje is helemaal niet thuis. Speler Oranje is namelijk op weg naar speler Geel zijn huisje. Speler Oranje is de burgemeester die niets vermoedend aanklopt bij de deur van de held. Hierdoor overlijdt speler Oranje, de burgemeester, en is de nacht alweer voorbij. Goedemorgen. Wie was Oranje? Nee, Joey! Ja, Joey is neer. Ja. Shit. Dit gooit mij dus in een hele fijne plek. Ja, ja. Dit is toevallig. Ja, dat snap ik. Ik denk dat we maar direct moeten gaan stemmen. Nou, ik ga eerst even vertellen wat speler Oranje was. Oh ja. Speler Oranje was namelijk jullie burgemeester. Oh. Maar dat had hij niet geloven. Nee, dat is iemand anders nu denk ik aan het doen. Ja. Maar wie had er gisteren op Joey gestemd? Ja, dat was ik. Ja, dat was hij. Ja. Ja, dat was ik even vergeten. En welke reden had je daartoe? Omdat ik daar toen een theorie voor had. Maar die is dus naar helemaal naar onder gedouwd. Die is daar ergens over de berg heen gegooid of zo. Ja, daar in die put. Of in die put, ja. 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 Is letterlijk uit de put gegooid, ja. Het lijkt me dat jullie veel vragen hebben. Ik verklaar jezelf. Probeer jezelf nou eens uit deze positie te halen. Want je drukt jezelf er ook wel een beetje in. En dat vind ik mooi. Maar ik ben benieuwd. Dat wil ik dorpsgek zijn. Oh, nu gooi ik mezelf even. Ja. Wow. Dan gaan we weer met de dingen. Hij kan ook dorpsgek zijn. Oh. Ja. Nu zeg ik dus ja. Ik had hem dus gestemd, ja. Wat heb ik deze nacht gedaan? Dat ga ik letterlijk vertellen tegen je. Dit wordt het gevaarlijkste wat je kan doen, want er zijn nog steeds twee weerwolven. En dit is noodslim. Dus waarschijnlijk ben ik gone na deze nacht. Ik ga zeggen, ik ben de held. Dit betekende dat ik deze nacht op controle heb gestaan. Ik vermoed dat de burgemeester mij heeft gecheckt. En daardoor is overleden. Dat is toch een mogelijkheid? Dat is een mogelijkheid, ja. En ik denk dat dit legit is gebeurd. En wat jullie met deze informatie moeten doen? Geloven, niet geloven, weggooien in de put. Letterlijk.
Dus dit is, ja... Ik zou... ja, ja, wat maar... willen jullie? Maar hoezo dacht jij... Waarom... Jij had een reden voor waarom je oranje verdacht. Waarom was dat? Vanwege dat ik die theorie had met de weerwolven. Ik... de theorie was, zeg maar, dat hij ons probeerde te... Oké, dat woord kan ik niet uitspreken. Manipuleren. Dat. Goed zo, bedankt jongens. Voor Colin er juist uit te stemmen wanneer Colin er geen weerwolf was. Maar toch wel weer... Het was, in mijn hoofd was het duidelijk. Maar het was niet duidelijk toen ik het uit ging spreken. Dus dat was ook een fout van mij. Nu ja. Eén van de kan zeggen. Wat vinden jullie hiervan? Ja, ik snap je. Ik snap je theorie. Hij klopte niet. Ik heb een vraag. Ja. Hoeveel potjes heb jij al gespeeld? Hoeveel potjes? Ja, waarschijnlijk superveel, want hij heeft het elke keer over andere dorpen. Ja, ik heb een paar dorpen meegemaakt, maar jullie zeiden, ik was geen succes in andere dorpen. Ja, maar je kan nu... Maar je bent wel heel erg goed bekend met alle regels. Ja, dat is een heel mooi verhaal. En daardoor kun je heel snel die theorieën in elkaar knutselen. Ja. Waarschijnlijk, voordat je met die eerste kwam, had je de tweede al klaar liggen. Ja, dat ik vind het wel heel erg. Ja, ik, kijk, ja. Aan de ene kant kunnen we je geloven, maar je kan net zo goed de dorpsgek zijn. Die gewoon probeert in aandacht te komen. Ja. Wat? Maar dat betekent dus... Oké, nou ja. Wat ook een ding is, als iemand zoals nu tegen jou spreekt, is ook, ja, dat is zo. Ja, daar heb je een punt. Je gaat heel erg met iedereen mee. Ja. En dat vertrouw ik niet. Je probeert vertrouwen te winnen. Ik denk, jongens... dat het voor jullie verstandig is om alle vertrouwen, al het wantrouwen weg te nemen... en gewoon ieder voor zich te gaan stemmen en een blokje in de kist te gooien. Ik wil net zeggen, we gaan maar dan... We samen gaan tegelijk, lekker gezellig. Ik vind het allemaal heel erg dubbel psychologie. Ik elke keer als je iets tegen iemand hebt, dan is het van... Ja, maar het kan ook een dorpsgek move zijn. Ja, maar dat is ook zo. Dat kan ook. Het is ook niet, maar kijk, ja. Nick heeft dit waarschijnlijk gewoon te veel gespeeld, dus die kent het spel. Dat is maar even ook. Ja, oké, maar hij heeft zo'n complottheorie op complottheorie met laagjes. En... Ik, ja. Ik heb veel geleerd, maar. Misschien mensen gaan stemmen. Dat is het ook. Ja, dus kijk, niet te helpen. Dat klinkt weer heel erg wat we net zeiden. Van, dit is allemaal weer zo, blablabla. Ja, ik ben altijd positief, dat sowieso. Maar buiten dat, ik kan ook negatief worden. Willen we dat? Nou, denk het niet, toch? Ik denk al dat het ook te laat is. Ook al zijn ja, om een switch te maken. Wie, moet ik gaan? Of nee, ik hoef niet te stemmen. Iedereen klaar? Iedereen klaar met stemmen? Want dan ga ik in de kist kijken, jongens. Je hoeft niet te stemmen. Dan is het dit. Dan gaan we kijken. Eens zien wat jullie gedaan hebben. Ik zie 2 stemmen. 2 mensen hebben een blokje in de kist gedaan. Ja, maar... We kunnen echt niet stemmen. Nee, er is geen meerderheid ook. Dus tenzij iemand nog wil... Als iemand nog wil stemmen, dan is dit het. Die heeft er op mij gestemd. Er zijn 3 mensen naartoe gelopen. Ja. Toch? Maar heeft er één iemand niet gestemd. Ja. Maar... Oké. Ik moet zeggen, ik wil ook wel wat van Eva weten. Ja. Want jij hebt ook volgens mij heel veel potjes gespeeld. Waarom heb je dan niet gestemd? Zeker. Omdat... Wat is de kans is heel erg groot dat je alsnog toch hier een burgerrijd had. Er zitten hier meer burgers dan meer wolven. Waarom hij iets van jou wil weten en niet op jou. Ja, ik denk wel niet. Maar Phoenix kan ook niet hoeft ook niet gestemd te hebben, hè? Ja, ik ga even eerlijk zijn. Maar Eva is inderdaad, volgens mij heeft hij vaker meegedaan. En die zit ook een beetje stil daar. Ja, dat precies. Eva is heel stil. Maar zij weet wel veel, dus misschien is zij gewoon een wolfje die daar verstopt zit. Oké, maar wat wil je weten van mij? Stel een vraag. Wat heb je allemaal uitgespookt de afgelopen nachten? Ja, ik ben er een paar keer op uit geweest, maar dat zijn alleen maar goede bedoelingen geweest. Ja, dat kun je zeggen. Ach, dat leeft nog steeds. Wie verdenk jij zelf het meest? Ik denk op zich wel dat onze game zo'n goede persoon is.
Ik denk niet dat hij een wolf is. Maar okay. Dan maar zou dat ik... Ook niet wat? Hij is of een held of hij is een dorpsgek. Dat is... Ja, maar ja, als het dorpsgek vanavond dood gaat, heeft hij er niks aan, want dan gaat er iemand anders dood. Dat klopt. Ja. Ik weet niet... Ik heb niet echt door wie er nu allemaal vracht zit. Een beetje... Allemaal mindfucks en weet ik veel wat. Ja, dus zeg maar het dat hele ding. Oké. Okay. Ik ben dus de dorpsgek. Ja, theoretisch. Ja, dus ik spring straks door die put heen, dan gaat er iemand dood. Al word ik straks vannacht vermoord, gaat er dus niemand dood en weten jullie wat mijn rol is. Ja. Wat is voor mij het veiligste? Nu dood. Ja, of jullie moeten natuurlijk zeggen, ja, hij is een wilwolf. Maar... Dat, wat jullie allemaal denken, moet jullie denken. Ja, daar kom ik weer met mijn goede plan. Die is gewoon klaar, hè? Die lag klaar. Maar ho, je zei net dat je de held was en nu zegt dat je het dorpsgek bent. Nee, dat zei ik niet. Hij zei stel. Snap je? Het ging erom. Er werden gegooid. Ik kan die twee rollen zijn. Maar, gaan we iemand stemmen? Want anders is straks weer nacht en dan hebben we weer niks gedaan. En dan gaat er weer gewoon iemand dood waarschijnlijk, hè? Ja. Ja. Oh, nee. Daar zullen sommigen van ons heel blij mee zijn, met deze mindfucks, maar... Ik denk dat het tijd is om te slapen. Tijd voor te slapen? Tijd voor te slapen? Dat is dus echt niet goed, want als we nu gaan slapen, dat betekent dus dat er iemand waarschijnlijk doodgaat. Ja, misschien moeten we maar gewoon slapen, want het is... We gaan nooit... Een ronde stemmen, dat vind ik ook goed. Waar was overal op gestemd, Kevin? Er is gestemd op speler geel en op speler grijs. Oké. Ja, maar we moeten gewoon dan iemand, ga ik, iemand stemmen. Ik wil ook nog een keer stemmen. Mag ik nog een keer of mag dat niet? Nee, je mag niet twee keer stemmen. Oké, gestemd dan. Daar hadden maar twee mensen gestemd net, dus... Ja, maar de ene heeft niet gestemd, dus die kan nog een keer stemmen. Wie heeft er niet gestemd dan? Dat is mijn vraag. Niemand wil niemand anders stemmen? Anders dan blijft het gelijk, jongens. Nou ja, gelijk, dat weten we niet, want onze games was speler geel. Er is een stem opgevallen en die is gaan stemmen. Niemand? Dus laten we even kijken wat hij gedaan heeft. Nee. Ik denk dat we allemaal wel weten wat er gebeurd is. Waarom heb je opgestemd? Het is namelijk... Komen we nu achter, hè? Nou, ik denk, een extra blokje voor grijs, inderdaad. Eva, jij wordt op het matje geroepen. En ja, mensen, vraag vooral wat je wil weten van Eva. Ik vond het heel aardig dat ze... zei dat ik gewoon helemaal prima was. Maar wat we zeggen, we moeten ook sowieso risico's gaan nemen. Ja, maar dat ik, kijk, want ik kon nu wel zeggen, oh, ik gooi een stem op bla bla bla. Maar dan kwamen we weer gelijk uit. Ja, je kon inderdaad wat we zeggen. En of we gaan straks een nacht in en er wordt iemand en er is iemand dood en we staan sowieso vast. Of we gaan dit riskeren, dat is mijn mening. Ja. Dus jullie kunnen zo meteen nog onschuldig gooien, dat zeker. Maar jullie weten wat mijn punt is. Dat vind ik ook wel, want anders dan laten we het echt aan het doen over. Als we ik heb een vraag. Dan hoeft de wolf nog... hoeven de wolven nog maar één iemand te vermoorden en dan winnen ze. Ja, tuurlijk. Maar als we niks doen, dan... Wat kunnen we nu doen? Ja, maar het is nu een grote kans dat je nu een burger... Dat klopt. Wat kunnen we nu doen om een verandering in te brengen? Haar eruit stemmen. Ja, de goede stemmen, iemand, maar ja. Iemand anders, maar het heeft niemand meer gestemd, dus ja. Weet je wat het nu is? We moeten of iets doen en dan riskeren we dat dit de laatste dag is. Of we doen niks. En het is de laatste dag. Dan is het over 2 dagen, is waarschijnlijk ook weer afgelopen. Ik heb wel een vraag. Dat mag. Ja. Wat heb je daar... hoeveel nachten had je wat gedaan? Elke nacht behalve de eerste. Oké. Dat zou nog eventueel kunnen. Want ik heb de eerste nacht... ben ik als held... ben ik ook in actie direct gegaan. Want ik was een lekker egoïst. Ja, precies. Toen ging het mis. Dat jij iemand hebt vermoord die gelinkt was. Dat kan weer, ja. Ja, ja. Oké. Okay. En ik denk, dat dat ook kan gewijs. En dan hoe zij dus... Zijn. Ja. Ik heb genoeg gehoord, mensen. Ik wil graag dat jullie de chat erbij gaan pakken. Ik denk dat we moeten gaan stemmen, toch? Want... Ja, ik heb genoeg. Ja. Jazeker. Ik ga vragen of jullie onschuldig of schuldig willen typen op mijn aftellen. En dat gaan we doen op 3, 2, 1. Ja. En dan,
komt daar toch een oordeel uit, mensen. En dan ga ik toch schuldig verklaren. Alsjeblieft. Ik hoop heel erg dat we geen fout hebben gemaakt. Dat denk ik wel, maar... Het is wel heel bodemus. Oké, dan... Ja. Hoi. Niet? Oh. Hoi. Alsjeblieft. Nieuw. Nou. Gaat de enigste vrouw uit het dorp. Dat is wel erg, jongens. Jullie hebben zojuist, dames en heren, de Omega Weerwolf weggespeeld. Sorry. Nu nog die laatste. Ja. Dus. Lekker weg. Wat rusten. Joejoe. Ga ik nog één keer door je raam. Een hele week is onderhand verstreken in het dorp en we zijn aangekomen bij nacht nummer 7. In het spel zit nog steeds een dorpsgek, een alfawolf, een held en een heks. En de dokter. De dokter besluit vannacht om speler Rood in bescherming te nemen. Helaas is dit de verkeerde keuze, want de alfawolf kruipt in het hols van de nacht het huisje van speler Donkerblauw binnen en vermoordt daarmee de dorpsgek. Fucka! Oh. Oké. Okay. Ah, joh, we zijn jurgen. Mijn... God, wat was er gebeurd? Ja. Speler Donkerblauw is vermoord. En speler Donkerblauw had de rol. Dorpsgek. Zo zag je er ook wel uit. Mijn hart was deze avond helemaal tekeer te gaan. Dat kan ik niet. Ik wil de dokter bedanken, want dat moet wel. Er moet toch de dokter zijn geweest die mij dan of zichzelf heeft gered. Of iets. Nee, dat kan helemaal niet, hè? Want hij is dood. Dus, ja, nee. Nee, oké. Okay. De persoon die we dus hebben hier is dus direct op Jurgen afgegaan. Dat lijkt mij ook. Maar uit welke reden? Wie was toen net heel erg misschien tegen Jurgen? Niemand, toch? Nee. Nee, iedereen was redelijk stil. Of ja. Hier. Ja, sinds Colin er is, zijn we een beetje stil geworden. Sorry. Ja. Ja. Nick. Oh, ja. Hex kan dat ook nog zijn geweest, hè? Want die kan ook die alfa-dinges veranderen. Van de alfa veranderen. Dus de dokter zou mij kunnen saven, maar de dinges zou dan hebben gezegd, hey, de weerwolf doodt mij dan, maar dan zegt de witch weer, hey, die gaat naar Edeldier. Hoe zou dat dan gaan? Ja, dat kan in principe zo, ja. Kan je dat uitleggen? De heks kan ervoor kiezen om de dokter of de alfa zou zeggen, ja, nou, jij gaat dood. Ja. Dan zou de heks dus kunnen zeggen, nee, jij gaat niet dood. Jebbe gaat dood. Dat vind ik zielig van Jebbe. Maar de heks kan ook zeggen, iedereen blijft leven deze nacht. Oké. Okay. Dat kan de heks doen. Maar die kan er maar één keer doen. Iets opbiechten? Wilt iemand zeggen, ik ben de witch, of iets in die richting? Nee, dus. Ja, waarom zou je dat doen? Ja, nee, natuurlijk is dat dom. Ja, want dan word je meteen getarget. Maar... Nee, ja, zeker. Maar ja, momenteel zou ik eigenlijk niet weten, wilt iemand überhaupt nog een stem uitzetten? Ik weet niet, is dat wel of willen we weer allemaal ons de beurt weer even lopen en kijken wat er gebeurt? Want als we er nu iemand uitstemmen, dan zijn er nog drie. En als de werwolf er dan een vermoordt, dan wint de werwolf. Dat klopt, ja. Dus, maar dan zeg jij weer, we moeten deze nacht weer afwachten. Dat is ook niet slim. Nee, want... We moeten of het gokje wagen, of we moeten nog even wat slapen. Maar dan is het nog een kleinere kans. Nou, ik zou stap 1 zeggen dus, wat we nu allemaal doen, even anoniem daar naartoe gaan. En we zien wel wat wordt gestemd of niet. Ja, ik heb nu oprecht niemand waarvan ik denk, ja, die wil ik wel even horen. Dat kan. Maar dan kunnen we nog steeds allemaal even lopen. Zodat we sowieso van elkaar weten wat of ja of nee of niet is wel is. En lopen, ik hoop dat je goed op de voet bent, zou niet zoveel moeten zijn. Ik vind het spannend. Wel helemaal ik ook. Maar wat? Ik ben er helemaal in geweest, hoor. Ja, ik ga ook wel even wandelen, wel. Is goed voor je, toch? Ja, zeker waar. Lekker door het graanvuurtje huppelen. Hé, ik zou er gewoon bij langs gaan, anders is het zonde. Er heeft iemand hard voor gewerkt.
Ja. Niet kapot maken ook. God heeft heel hard zijn best gedaan, hè, om dat graan te laten groeien voor jullie. Rustig om... Gemeet, God. Dank u wel, God. Dank u wel. Wel, hebben we weer voet. Bedankt voor het eten. Ja, graag gedaan, jongens. Ik ga in de kist kijken. Oh, daar is hij, jongens. Zag je hem? Ja, daar was ik. Jullie hebben gestemd, jongens. En ik heb de blokjes uit de kist gehaald. Dat waren meerdere blokjes. Dun, dun, dun. Oh, dat is ja. Weg. Oh. Gelijk of niet gelijk? Er is een meerderheid. Dat kan ik jullie vertellen. Voor één speler. Oh. Oeh, interesting. Ja, jullie hebben namelijk gestemd op dezelfde speler met z'n allen. En dat is speler wit. Met vuurtje. Welkom op het matje. Ja. Ja, welkom. Stel hem vragen, zou ik zeggen. Ondervraag hem. Ik heb een vraag. Wat? Ja. Ja, ja. Wat heb je de afgelopen tijd gedaan? Want we horen niet veel van je. Dus... Ja, ik heb niet veel mede te delen. Dus. Ik heb van, als ik nutteloze dingen ga zeggen, dan helpt dat ook niet. Alles is nuttig, hè? Dus... Ja, want... Oh, sorry. Oh, ja. Van... Ik vond dat jij wel heel snel zei, nee, we hoeven niet te stemmen. Nee, ja. Nee, ik wil gewoon... Dat klopt. Want we weten dat de dokter dood is. Dus als jij de wolf zou zijn, zou jij iemand aan kunnen vallen. Wat? En die zou niet gered kunnen worden door de dokter. Is de dokter dood? Dat zei dood? Dat zei ik toch? Nee. Nee, de dokter is niet dood. Maar dat dacht ik. Dood is dood. De alfa, dokter, heks en held leven nog. Ik heb net iets gemist. Ja, nee, ik dacht dat Nick dat net zei, maar dan heb ik dat verkeerd begrepen. Nee, ik heb gewoon zo van, als we er nu iemand uitstemmen, weet je, we kunnen wel stemmen en zo doen. Maar als we er nu iemand uitstemmen, dan is er een grote kans, zeg maar een 75% kans, dat we de volgende avond niet gaan overleven. Want dan betekent dat maar... er twee mensen zijn en dan misschien een wolf. Ja, maar één wolf... Ja, dat is waar. Hm. En dan, weet je, dan kilt de wolf kilt iemand en heeft de wolf, hebben de wolf gewonnen. Dat is een beetje wat ik probeerde te zeggen. Maar iedereen riep, ging er zo snel naartoe. Dus, ja. Ja. Ja, kijk, ik ga wel zeggen, ik heb niet gestemd. Maar dat waren we misschien wel gedaan. Komen. Ja, ik ook. Ik heb het wel gedaan. Ja, maar die hele week ook. Ik vind dat je heel zenuwachtig overkomt. En ik vertrouw dat. Oh. Nou, en... ik ben wel iets zenuwachtig, dus dat vind ik wel grappig. Nee, precies. Dus zo komt het, zo kom je wel over. En heel snel waarom... een reactie klaar, zeg maar. Nee, daar ben ik dan best benieuwd naar. Hoe kom ik dan zenuwachtig over? Je komt soms niet helemaal uit je woorden. Het is net alsof je twee verhalen tegelijk wil vertellen. Snap je wat ik bedoel? Ja, volg ik op zich wel, maar dat heeft er eigenlijk vrij weinig mee te maken. Nou ja, daarom denk ik dat. Ja. Jongens, ik wil het graag voor jullie weten. Open de chat en op mijn aftellen wil ik graag weten. Ja, schuldig of niet. Is deze speler schuldig of onschuldig? 3, 2, 1. Boom. Kijk, dat is duidelijk jongens. 3 keer schuldig. Phoenix Crafter, je mag jezelf gaan opofferen. Sorry. Ik voel me zwaar. Ik hoop heel eerlijk dat dit hetzelfde gaat zijn als Eva. Want dan is het... Dan denk ik bang dat we verloren hebben. Wil je nog wat zeggen? Zeg het niet, dokter. Oh. Wat? Zei die wat? Zei die gefeliciteerd? Hij zei gefeliciteerd, ja. Zei die dat? En ik ga jullie ook feliciteren, wat? Jongens. Jullie hebben de Alpha weer wel uitgeschakeld. Mag ik een dead in de chat? Ja! Lekker. Nee, nee, joh. Jij bent de dokter. En net op het nippertje, want dit was de beslissende dag, jongens. Dus gefeliciteerd, de dorpelingen winnen. Yes. Nice, lekker gewerkt. Oh. Ja, box aan. Nee, elleboogbox. Wie geloofde niet dat ik de help was dan? Wie?